Dus welkom op deze webinar op woensdag van Welzijnszorg. Het is de laatste voor het zomerverlof. We hebben er al een aantal gehad dit jaar. Er zijn een heleboel sprekers vanavond en de bedoeling is dat zij allemaal na elkaar een stukje tip van de sluier oplichten van recht op vrije tijd. Hoe is dat? Waar zitten drempels voor mensen in armoedesituaties? Hoe komt dat binnen bij persoon in armoede? Welke deugd hebben mensen in armoedesituaties aan die vrije tijd? Dus daar gaan we vanavond op ingaan. Dus hoe zit de avond in elkaar? Het welkomstwoord, daar zijn we op dit moment mee bezig. Nadien gaat mijn collega Frida Beks, ook van Welzijnszorg, heel even toelichting geven over de prijs armoede uitsluiten als prijs, maar ook de campagne die daarbij hoort. En dan, zoals gezegd, zullen verschillende organisaties, en ik zal ze straks wel voorstellen aan jullie, wanneer ze aan het woord komen, verschillende organisaties rond de thema's, drempels, het effect op een persoon van vrije tijd verder toelichten. Nu, het is een webinar van Welzijnszorg. Staan we dus toe om ook heel even onze eigen organisatie voor te stellen, Welzijnszorg VZW. En de makkelijkste manier voor mij om dat te doen is het tonen van een voorstellingsfilmpje. Welzijnszorg is de grootste beweging tegen armoede in Vlaanderen en Brussel die de handen ineenslaan. De beweging probeert niet alleen inzicht te krijgen in de mechanismen die armoede in stand houden, maar brengt die inzichten ook naar buiten met de jaarlijkse sensibiliseringscampagne Samen tegen armoede in december. Onze campagneaffiche is dan op tal van plaatsen in het straatbeeld zichtbaar. Er worden ook heel wat activiteiten georganiseerd om mensen bewust te maken van armoede en fondsen te werven. Met de campagne lokken we ook het debat uit, informeren politici en doen beleidsvoorstellen. Die beleidsvoorstellen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ze steunen op een degelijke analyse en heel wat overleg met mensen in armoede en partnerorganisaties. Jaarlijks wordt alles gebundeld in een stevig dossier. Welzijnszorg pleit voor structurele armoedebestrijding. Met noodhulp zijn mensen tijdelijk uit de nood geholpen, maar hun armoedeprobleem is daarmee niet opgelost. Om armoede echt aan te pakken, moeten we de mechanismen aanpakken in de samenleving die armoede in stand houden. Welzijnszorg hecht daarom ook veel belang aan educatie en bewustmaking. Door lespakketten voor het onderwijs en vormingsmateriaal voor verenigingen proberen we iedereen inzicht bij te brengen over de problematiek. Ten slotte ondersteunt Welzijnszorg ruim 100 armoedeprojecten met de ingezamelde giften tijdens de campagneweken. Die giften zijn bijzonder belangrijk voor al deze projecten die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Samen geven we hen een betere toekomst. Maar we willen deze projecten ook versterken en een stem geven. Daarom zetten we met de prijs Armoede uitsluiten jaarlijks organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. Goedenavond allemaal. In het filmpje van Welzijnszorg kwam het al aan bod dat wij een jaarlijkse prijs armoede uitsluiten hebben. Het is tegenwoordig meer dan dat. Het is niet alleen een prijs, het is ook een soort mini-campagne die we eraan koppelen, omdat we toch ook wel vanuit de organisaties die kandideren op die prijs en die daarvoor genomineerd worden, een verhaal te vertellen hebben en heel dikwijls ook wel een aanklacht te formuleren hebben. Dus vandaar een prijs en een campagne. En dit jaar was het thema daarvan, zoals jullie weten, ontspanning is een basisrecht. Daarmee bouwen we eigenlijk een beetje voort op wat wij vorig jaar gedaan hebben. Toen hebben we het gehad over wat de binnenkant van armoede met een mens doet. En ja, in coronatijden, iedereen van jullie weet dat, was dat bijzonder stevig. Was er heel veel te vertellen daarover. Was er ook heel veel te vertellen over dat gevoel van opgesloten zijn, dat sociaal isolement en dergelijke. Kwam dat hele verhaal eigenlijk veel korter bij gewone mensen. Terwijl dat het verhaal is dat bij mensen in armoede heel erg gekend is. Van
Ik zit vast, ik kan ergens naartoe en dergelijke meer. Daarom hebben we beslist voor dit jaar daarop voor te bouwen en de prijs en een stukje campagne daaraan te wijden. Ik moet even zien dat ik de goede doorklik. Voilà. De prijs zelf bestaat sinds 2000 en we bekronen daarmee goede armoedeorganisaties met veel zichtbaarheid, eerst en vooral, ook met 20.000 euro en een kunstwerk. Het kunstwerk dat we op dit ogenblik geven aan de laureaten, dat zie je staan op de foto. Dat is een beeld dat gemaakt is door Piet van den Ende, die zelf ervaringsdeskundige in de armoede. En dat is tot stand gekomen na een hele workshopsessie met een aantal mensen uit onze reflectiegroep. Dat zijn zelf ook ervaringsdeskundigen in de armoede. Die voorstellen gemaakt hebben waar dit uiteindelijk het beeld van geworden is. Maar ook willen we de genomineerden verder in de bloemetjes zetten en ook politieke aandacht genereren voor wat er eigenlijk aan de hand is rond een bepaald thema. Zoals gezegd, het is met een thema. Die prijs dit jaar is gegaan naar Debrouille, die is op 9 juni bekendgemaakt, Debrouille Centrum West. Je ziet een foto waarbij dat minister Dalle, nu minister voor armoedebestrijding, die prijs uitreikt. En de andere genomineerden die we absoluut mee in de kijker willen plaatsen, zijn de Keting in Mechelen, hier ook aanwezig, Horizont uit Hasselt, ook aanwezig. Le Gazelle de Bruxelles, daar is ook iemand van aanwezig. En Tumult. Tumult is een jeugdorganisatie die op het moment zo druk zijn met het voorbereiden van hun zomerkampen dat ze hier net geen tijd meer voor hadden. Dus wij verontschuldigen hen hierbij. De campagne zelf. 5 filmpjes, 5 verhalen van mensen die vertellen over wat dat vrije tijd voor hen betekent. 5 mensen uit de 5 genomineerde organisaties ook. De filmpjes zijn op Facebook, op onze Facebookpagina te zien geweest, zijn ook op YouTube en staan vooral ook op de website armoedeuitsluiten.be. Er werd verteld in het voorstellingsfilmpje van Welzijnszorg dat onze campagne Samen tegen Armoede heet. Dat is de najaarscampagne, om het even heel moeilijk te maken. En dat is een campagne waarbij dat we heel veel mensen in actie willen laten komen om dingen te doen rond om aandacht op te wekken voor armoedebestrijding. Dus zelf in actie komen door soep op de stoep, door andere acties, door educatieve activiteiten te organiseren. Deze campagne is iets anders, omdat we deze voornamelijk via sociale media voeren. Waardoor dat we ook hopen een beetje een ander publiek dan het doelpubliek van de najaarscampagne te bereiken. Vandaar ook deze filmpjes. En je ziet daar telkens met een BV bij die dan ook een interviewtje doet met de mensen. We komen op die filmpjes straks nog terug. Ja. Zoals ik al zei, alle informatie over de campagne is verder te vinden op www.armoedeuitsluiten.be. Via de gewone pagina van Welzijnszorg raak je er ook hoor, want dit is de rechtstreekse link. En daar vind je ook een dossiertje om te downloaden over dit thema, waarin dat eigenlijk een hoop informatie en een hoop elementen die vandaag ook verteld zullen worden vanuit ervaringen in aan bod komen in een, ja, moet ik zeggen, iets theoretische vorm. Het is allemaal gestoeld op ervaringskennis, maar het is natuurlijk omdat het op papier staat ietsje afstandelijker. Maar hier vind je in elk geval alles terug. Zo, tot daar thema, campagne en prijs. Dank u wel, Frida, voor deze bondige en duidelijke uitleg. Nu, het eerste stuk, inhoudelijke stuk vanavond, zullen we de drempels die mensen in armoedesituatie ervaren, toelichten en we kunnen dit niet beter kunnen laten toelichten door de keting in Mechelen, een vereniging waar armen het woord nemen en ze hebben ook een project samen met de stad Mechelen gehad over culturele bruggen dat net over die drempels die mensen in armoedesituaties ervaren gaat. Bovendien zijn zij met dat vrije tijd al heel lang bezig en heb ik mij laten vertellen in 2022
ook zelfs een cultuurcafé geopend voor iedereen. Hè. Voor iedereen die aan cultuur wil doen, is daar welkom. Nu, vanuit VZ2 De Keten hebben we Natasha Loris en Tine, die ons daarin gaan meenemen. En ik heb vernomen dat ze afgesproken hebben dat Tine daar het woord gaat beginnen voeren. Dus Tine, mag ik jou het woord geven over de drempels die mensen ervaren, mensen in armoedesituaties, in hun vrije tijdsdeelnames? Ja, goedenavond iedereen. Misschien zullen sommigen mij wel herkend hebben van het boekje en van mee van een van de 5 genomineerden, waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Wij hebben een hele tijd met redelijk wat bezoekers dus aan brainstormen geweest, vergaderd, van ja, wat is nu eigenlijk het probleem als er een activiteit wordt aangekondigd, dat er toch heel dikwijls opvalt dat er niet zo heel veel mensen aan deelnemen. Zeker als het buitenshuis is en dat er dan een kostprijsje aan te pas komt. Dus we hebben daar echt met heel wat mensen daarover aan het denken geweest. Wat is nu eigenlijk de drempels, wat iedereen ervaart daarin. Eigenlijk tot de grote verbazing, want de meeste mensen denken natuurlijk aan het financiële aspect, hè, de kostprijs van een kaartje, cinema-inkom, een evenement, een optreden. Maar dat is maar een klein deeltje van het grote probleem. Het is vooral van dat heel veel mensen zich niet durven participeren heb ik wel de juiste outfit voor die avond aan te doen? Heb ik wel de juiste sportschoenen als het een sportevenement is? Ga ik er wel geraken? Ben ik eigenlijk wel sociaal genoeg? Ben ik niet het vreemde bijtje tussen de groep? Want ik ben eigenlijk geen prater, ik ben eigenlijk ver van een sociaal iemand. Dus ja, waren er heel veel drempels, bruggen, dat we zoiets hadden. Ja, daar moeten we toch iets aan kunnen veranderen. Daar hebben we dan echt over aan brainstormen geweest. En zo is dan eigenlijk dat cultuurcafé uit de grond gestampt geweest. Van dat toch heel veel mensen ervaren. Ja, ik ken Jan, ik ken Mieke. Dus ja, laten we dan samen vertrekken vanuit de keting. Hè, en we gaan daar al met 3 naar die locatie. Dat dan toch een drempel is dat weer afneemt. Wij hebben dat ook een beetje gelinkt aan de problemen van de uitpas. De uitpas is een heel prachtig iets dat ontstaan is, maar kent ook heel veel gebreken. Omdat er, als je naar een evenement in een cultureel centrum wilt gaan, in het begin van het jaar worden dus de kaarten, de bestellingen die je kunt doen voor naar een optreden te gaan. En dan komt dat digitale aspect. Dan komen de mensen met abonnementen hebben voorrang daarop. Dus ja, kwamen ook tot ontdekking van ja, wij willen graag naar iets leuk gaan, maar Alf Mechelen wil daarin gaan. Dus wij hebben niet de mogelijkheid voor die kaarten te kunnen aankopen met onze uitpas. De uitpas is wel vrij gekend, maar eigenlijk wordt dat heel weinig gebruikt, wat een hele spijtige is. En dan een ander heel groot probleem is van, ja, hoe ga ik er geraken? Dus, moet ik de bus nemen? Moet ik de trein nemen? Oei, dat duurt tot 11 uur 's avonds. Ik ga niet thuis geraken. Oei, ja, ik durf niet alleen naar huis. Gaat er iemand mij begeleiden mee naar huis? Dus dat zijn ook allemaal aspecten dat heel veel mensen ervaren. Het cultuurcafé hebben wij dan op vrijdag de vroege avond gezet. Meestal begint dat om 4 uur.
naar gelang de activiteit dat erop volgt. Dus het is ieder maand, de laatste vrijdag van de maand, en het is altijd anders. Dus we zijn met heel wat partners van in het Mechelse mee uitgenodigd, en mee aan tafel zijn komen zitten op het cultuurcafé, want daar wordt ook altijd een tijdje genomen voordat iedereen ook zijn drempels kunnen aan bod brengen, of de aanbiedingen dat bijvoorbeeld een theatergezelschap aanbiedt. En zo gebeurt er dat er dan wel een vertoning is aan 1 euro. Of we zijn onlangs naar een film kunnen gaan kijken op de vroege avond. Dus, en dat is altijd op vrijdag dat dat dan gebeurt. En heel graag zullen we dat kunnen uitbreiden. We hebben daar heel lang over gebrainstormd van eigenlijk een soort buddywerking daar rond te maken. Maar dat is een hele dubbele. Daar zijn voorstanders tegen. Alleen voorstanders voor, daar zijn tegenstanders. Want dat is ook weer de drempel van gaat dat wel een goede match zijn? Kan ik wel met die mensen overeenkomen die dan met mij samen wilt gaan? Dus we zijn daar eigenlijk nog niet 100% uitgeraakt. Van, dat is op de nadien ook, ja, ik vermoed dat dat wel terug opgepikt gaat worden voor dat verder uit te testen van kan dat iets worden of niet. En ook het, een hele belangrijke in dat cultuurcafé is dus iedereen welkom. En zo hebben we wel ook de mogelijkheid van iemand tegen te komen. Ah, ik ga één keer op de maand naar de cinema. Van, ah ja, ik doe dat ook wel eens graag. En gaan er misschien zo wel ook spontaan. Dus ja, mensen elkaar vinden voor toch iets leuk te doen. Of is er misschien wel iemand dat aan het touwtje trekt van ik wil hier een groepsactiviteit organiseren. Of een stadswandeling doen. Allee, het kan eigenlijk alle kanten op met het cultuurcafé. Maar de hele belangrijke is ook dat de lokale verenigingen ook altijd welkom zijn en mee verder zoeken van hoe kunnen we hier meer mensen naar ons optreden, naar onze film, naar bereiken. En toch zo van, ja, die participatie in het deelnemen van ontspanning, cultuur opsnuiven, dat toch verder voor iedereen aan bod kan komen. Ik denk dat dat vooral een heel belangrijke is. Dus ja, ik weet niet dat Natasja daar nog dingen aan toe te voegen heeft. Of dat jullie zeggen van praat maar verder. Of ik weet niet. Of dat er al vragen zijn. Of is dat strak de moment? Okay. Ik lees hier net dat de vragen gebundeld worden via de chat. Ja, de vragen worden gebundeld via de chat, Tine. Maar je vertelt dus van een aantal drempels. De financiële drempel, denk ik, ja, die is de meest voor de hand liggende. En daar, ja, daar moeten we het bijna niet over hebben. Maar je hebt wel een aantal andere dingen aangereikt. Van mensen die niet alleen willen gaan, die liever in groep willen gaan. Ik wil eens even horen bij De Horizont of bij De Broei of bij Le Gazelle, of dat jullie dat herkennen, die drempel van ja, alleen ergens naartoe gaan. Ja, Rudy, ik zie dat jij een poging doet. Ja, ik doe een poging. Dus ik herken dat zeker en vast, vooral ook bij jongeren. Wij werken heel veel met jongeren en zolang dat in een groepsgebeuren plaatsvindt, is dat heel goed, omdat ze daar ook hun fears in herkennen. Maar van zodra dat we die ergens alleen naartoe sturen, dan horen we onmiddellijk ook de reactie die weergegeven is. Wat gaan ze van ons denken? Hoe gaan ze ons bekijken? Dus ik voel dat heel sterk aan, dat vakantiegebeuren, dat vrije tijdsgebeuren, een echte gebeuren is, waar men liever in een groep naartoe gaat, zeker als men in een precaire situatie zit. Dus we komen oké met die stelling. Ja. En wat ik ook hoorde bij jou, Tine, is in het cultuurcafé, dat jullie ook samen nadenken over het aanbod. Hè? Ja. Dus dat het aanbod ook samen, bij wijze van spreken, een stukje bepaald wordt. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, wij zijn al samengekomen in het Arsenaal in Mechelen. Dat is een theatergezelschap.
We hebben ook al een ontmoeting gehad in de nieuwe cinema. Ik ben even de naam kwijt, Natasha. De Lumière. De Lumière, ja. Nu vrijdag komen we samen in Nona. Dat is ook ja, een cultureel centrum eigenlijk, maar dat dan ook niet de doorsnee heel gekende theateroptredens of muziekoptredens, maar de iets minder gekende mensen daar laten optreden of hun voorstelling geven. Daar hebben we nu vrijdag een ontmoeting mee. Ja, het is eigenlijk ieder maand wel een ander aanbod. En dat maakt het ook wel fijn, denk ik, dat de mensen op die manier hun weg kunnen vinden. Wat ligt mij... misschien ja, hou je helemaal niet van theater, maar door een voorstelling te zien, dat je toch zegt van, ik wil daar toch wel meer van proeven. Of ja... Die partners gaan ook dan wel soms in samenwerking van op een manier van het financiële aspect een beetje aan te pakken. Van dat het zeker een betaalbare voorstelling wordt. Of misschien kan er ook gebrainstormd worden bij de avant-première. Dat is heel dikwijls dat er geen inkom wordt gevraagd. Dus daar wordt ieder maand verder en verder aan aangebreid en gebrainstormd van het steeds uitgebreider te komen. Maar een ander probleempje dat heel veel mensen ook hebben, is van ga ik er geraken en ga ik terug thuis geraken? Ja. Dus dat is ook een hele grote drempel. En wat ik misschien ook nog wil vragen, Tine, is van de keten is een plaats waar mensen in armoedesituaties en mensen die niet arm zijn elkaar ontmoeten. Is dat ook drempelverlagend? De keten is vooral een organisatie om mensen in armoede te nemen, maar iedereen is welkom. Daar gebeurt ook een buurtparlement. Dus dat de echte buurt ermee betrokken bij wordt. En op dat buurtparlement dan kunnen echte buurtbewoners zich mee zien van, kunnen we hier iets leuk doen? Zo is er de maandag een buurtbewoner gezegd van, ik ga hier in de zomer een filmavond organiseren. Dus jullie zijn ook allemaal welkom. Dus het is echt een organisatie waar, ja, als je binnenkomt, het enigste wat wij vragen is je voornaam. En meer wordt er niet gevraagd. Dus iedereen is welkom. Daar komen mensen van 80-plussers die het niet als financiële probleem hebben, maar zeggen van, ik drink hier toch graag mijn koffie samen met andere mensen. Hier gebeurt iets, een leuke activiteit. We doen een themawerking. We kunnen daar samen over brainstormen. Dus want in het najaar ga ik mij zeker inschrijven, want wij zijn... het mobiliteitsprobleem zijn wij ook volledig in kaart aan het brengen. Dus, Ik ga jullie dan misschien nog wel een keer aanspreken om de webinar van 21 september mee te voeden vanuit de praktijkkennis. Dat is al zeker meegenomen. Dank u wel. Ik wil nog eventjes toetsen bij Les Gazelles de Bruxelles of bij de Horizont, of dat zij hier nog een aanvulling hebben op drempels die aangereikt zijn door Tine. Van de keten? Ja, ik wil wel eventueel een aanvulling doen. Ja. Wat wij vaak horen ook of terugzien in mensen, is dat mensen ook van thuis uit of van mensen uit generatiearmoede vaak niet nooit als kind of vroeger nooit vrije tijd hebben beleefd, omdat het er niet van kwam. En dus ook niet goed weten van, ja, hoe moet dat? Of is dat wel iets voor mij? Hoe begin ik daaraan? Dus dat ze, ja, gewoon het echt niet kennen en nooit gedaan hebben. En bij ons ligt de focus dan heel erg op vakantie gaan. Hè? Waar kan ik naartoe gaan? Hoe raak ik daar inderdaad? En wat kan ik daar gaan doen? Hoe moet ik mij daar gedragen? Welke mensen gaan daar nog zijn? En we proberen dat toch wel wat stapsgewijs de mensen daarin mee te nemen en daar wat op voor te bereiden en ook mee in te betrekken in hoe organiseer je zo'n reis. We hebben een vakantiebende die we organiseren, dat is een reis voor alleenstaande ouders en hun kinderen. En daar werken we echt stapsgewijs. Dus we beginnen met een picknick met alle deelnemers. Waar we gaan
een kennismakingsmoment, dat we gewoon samenkomen, samen gezellig gaan picknicken en gaan zien van oké, wie gaat er hier mee en wie zijn mijn medereizigers en de kinderen die elkaar leren kennen. En dan gaan we ook samen op zoek naar een leuke uitstap. Dus wij gebruiken dan heel vaak het boek van Iedereen verdient vakantie, waar een heel aanbod in zit. En dan gaan we samen kijken van oké, wat lijkt ons leuk om samen te doen. En de volgende stap dan in het proces, zal ik zeggen, is dat we samen op uitstap gaan. We ook samen met de mensen kijken van hoe raak je daar. Is dat met openbaar vervoer te bereiken, met de trein, met de bus. Wat gaan we daar doen? Wat neem je mee? Neem je een picknick mee en met een meeneemlijstje en CNA. En dan de volgende stap is het samen op vakantie gaan. En ook daar proberen wij mensen vooral te ondersteunen om zelf een vakantie ook te beleven en in te vullen. Dus wij gaan wel helpen zoeken naar wat zijn leuke activiteiten of wat kan hier allemaal of hoe raak je ergens. Ja, of inderdaad, wat is betaalbaar. En zo proberen we hun zelf wel te laten ontdekken van wat kan er en ik kan dat ook. Zo proberen we toch wel. En laten zien als we een tramticket kopen hoe dat werkt. Dan gaan we naar de lijn en kom maar mee. En zo moet je het vragen en zo kun je dat betalen. En zo dan op de tram stappen en kijken waar dat die kastjes staan voor in te tikken. En dat is soms al een hele grote stap voor die mensen. Oké, kijk, dank u wel om dat binnen te brengen. Hè. Die voor ons vanzelfsprekende dingen die inderdaad drempels zijn voor mensen. Heel stomme weg, die borden en de hokjes dan, hè, waar dat de tram stopt. Kijken hoe laat komt de tram in het weekend of bij de lijn gewoon met de bus. Kijken naar de datum en echt ze zelf dan laten opzoeken. En zo laat komt hij. Dat is een hele grote stap voor die mensen. Oké, het zijn dus, met andere woorden, als ik het mag samenvatten, nog wel heel wat kennisdrempels en vaardighedendrempels. Vooraleer dat men aan die vrije tijd kan deelnemen. Ja. Psychologische drempels in groep. Ja. Dus het is een hele waslijst, als ik het zo mag samenvatten. Ik weet niet, Wim, of dat jij daar nog iets wilt aan toevoegen? Misschien ook wat Martien er juist zei, van het niet alleen durven gaan, hè. Naar een activiteit. Ze is even weg, zie ik, maar ze komt er terug bij. Ja, weg Martien. bij ons merken we dat ook wel, dat er mensen, zeker bij sport, is nogal voor heel veel mensen toch wat hoogdrempeliger. Dat mensen in de eerste plaats er wat angstig voor zijn of zenuwachtig voor zijn om de eerste keer naar een activiteit te komen. Dus wat wij meestal voorstellen is om samen met iemand te komen, samen met een begeleider of samen met een vrijwilliger te komen van een andere organisatie, zeker die eerste keer. Dan vragen we ook al effectief de naam van waar dat ze zijn, zodat we weten, dat onze begeleiders weten dat er iemand nieuw komt, zodat ze die ook welkom kunnen heten. Dat maakt vaak een heel groot verschil, een warm onthaal. We zijn ook een beetje aan het bekijken of dat we zo niet met sportbuddies kunnen werken. Eén op één, eigenlijk iemand die al sport, die iemand anders dan begeleidt, die eigenlijk nog niet beweegt of niet aan sportactiviteiten deelneemt en die eigenlijk in duo-vorm met elkaar in contact brengt. Dat doen we ook al heel beperkt, maar we zouden eigenlijk nog graag verder uitwerken in de toekomst. Want op die manier, zeker die een opstap naar een andere organisatie of naar ergens toe gaan, dat is toch voor veel mensen een uitdaging. En een ander ding dat wij doen, is eigenlijk zelf naar organisaties toe gaan. Mohamed is hier ook bij, dat is een van onze sportanimatoren. En daar ga ik effectief naar armoedeverenigingen toe of naar opvangcentra toe. Zodat ons begeleiders eigenlijk daar al in een gekende context eigenlijk een vrije tijdsactiviteit aanbieden. En daardoor is die een drempel van verplaatsing en naar een ander initiatief moeten gaan, die ze automatisch al weggenomen, zodat we eigenlijk naar de mensen toekomen. Oké, dank u wel. Dus het is een duidelijke rode draad. Hè. De drempel om ergens alleen naartoe te gaan, dat een zeer hoge drempel is. En als je dan inderdaad als organisatie ervoor kunt zorgen dat je of meegaat of in groep gaat, dat je daardoor al een grote drempel slecht, om het zo te zeggen. Goed, ik ga dit stukje van onze webinar afronden. Hè. Dus de drempels die mensen in armoedssituaties ervaren. En overstappen naar een ander soort invalshoek, namelijk
Wat betekent het deelname aan vrije tijd voor een persoon? Hè? Voor een persoon in armoede, voor een persoon in het algemeen? Ik heb uit het dossiertje van Frida geleerd dat we gemiddeld 27 uur per week kunnen besteden aan vrije tijd. Ik wist niet dat dat zoveel was. Bij mij in mijn hoofd is dat precies wat minder. Maar ik zou heel graag het woord geven aan Rudy. Rudy Raas van de Broei Centrum West. We komen van Mechelen van de Keten en we gaan nu naar Brussel. De Broei Centrum West is eigenlijk een organisatie die jongeren... jongeren bedient, laat ik het zo maar zeggen, maar een hele diverse groep van jongeren. Meer dan 25 verschillende origines. Jongeren die, laten we zeggen, op het vlak van onderwijs, werk, training toch wat uit de boot vallen. En zij proberen die heel laagdrempelig in groep bij hen te hebben. Zij zijn ook de laureaat van de prijs Armoede Uitsluiten. Er moest iemand gekozen worden, want elk initiatief is natuurlijk wel heel, heel waardevol. Maar ik ga aan Rudy het woord geven van Centrum West VZW De Broei met de vraag dus van wat betekent dit? Hè? Wat betekent vrije tijd? Wat kan dat betekenen voor een persoon? Nadien kunnen we daar met de anderen ook nog even over verder doorbomen. Ja. Rudy, aan u het woord. Ja, ik denk dat het op de eerste plaats, dus ik stel weer voor, Rudy Raas, dus zoals ik gezegd heb, de Broei Centrum West coördinator. Ik denk dus op de eerste plaats dat het betekent dat er een stuk aan het zelfbeeld van mensen gewerkt wordt. Ik hoor dat regelmatig als mensen, ik spreek van onze kinderen, van onze jongeren, van oudere mensen ook, dus die hier komen in onze RAP op stapkantoren, of van ouders, als ze zo'n ervaring hebben gehad van vakantie, en als dat een vakantie is die echt geslaagd is, dan zie je die stralen. En dan voel je ook op een bepaald moment heel duidelijk van oké, dat draagt bij tot een positief zelfbeeld. Hè. Ze krijgen vertrouwen in zichzelf, ze leren nieuwe dingen bij, ze krijgen vaardigheden en ze zien dat ook dat het ook voor hen is. Hè. Want de tegengestelde reactie die we regelmatig krijgen ook, is dat iets voor mij? Een beetje het schaamtegevoel ook. Anderzijds ook heel dikwijls een schuldgevoel van oké, er zijn zoveel andere dingen die we al niet kunnen betalen, waar we geen positief antwoord kunnen opgeven, zoals bijvoorbeeld de school die niet betaald wordt als het over kinderen gaat, bepaalde facturen die achteraan lopen en dan zo ineens toch vakantie nemen voor hen, is dat alles behalve vanzelfsprekend. En als wij daarin tegemoet komen door RAP op stap of door de verschillende activiteiten die wij aanbieden, ook kwaliteitsvolle activiteiten die soms een beetje kosten, dan draagt dat daartoe bij. Een ander aspect dat ik zie is dat mensen ook leren omgaan met bepaalde codes. Onlangs kreeg ik de opmerking van een partner waarmee wij samenwerken. Van jullie jongeren zie je dat zij nog nooit in een concert zijn geweest. Zij hebben dus die codes niet. Ik vond dat een hele stevige opmerking en eigenlijk een bijna pijnlijke opmerking. Maar we zien dus ook als jongeren stilletjes aan in dat parcours komen van wel naar concerten te gaan, van wel deel te nemen aan theateractiviteiten, van wel op vakantie te kunnen gaan, dat zij zich ook heel sterk en heel vlug aanpassen aan die codes die dan zogezegd vanuit onze maatschappij verwacht worden. Een ander aspect wat ik ook zie en wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen vanuit het feit dat zij kunnen vakantie nemen, terug vertrouwen krijgen in zichzelf en moed hebben om dingen te ondernemen. Dus dingen te ondernemen, dus dat wil zeggen, oké, ik ben in staat van mijn vakantie samen met RAP op stap of met de medewerkers van de Broei te organiseren. Ik zie dat ik daarin groei. Ik krijg meer en meer de moed ook om het zelf in handen te nemen en om in de mate van het mogelijke ook daar zelf een belangrijke rol in te spelen en autonomer te worden. Dus het groeien in autonomie vanuit positieve vakantieervaringen die er zijn. Ik denk dat dat ook een punt is dat heel belangrijk is. Vakantie kunnen nemen of kunnen deelnemen aan een vrije tijdsgebied is ook heel cultuurverruimend. Het opent grenzen, het opent concrete deuren. Ik geef een concreet voorbeeld. Een aantal van onze jongeren die zijn nooit aan zee geweest.
Een aantal van onze jongeren die hebben nooit Brussel verlaten. Dat kan heel merkwaardig zijn wat ik u nu zeg, maar die zijn echt wijkgebonden, die zijn echt gemeentegebonden, die komen daar niet uit. Dat is ook dikwijls een keuze die zij maken om zich niet te veel te moeten confronteren met. Maar dus het vakantieaanbod dat wij hebben en het vrije tijdsaanbod dat wij hebben, is duidelijk cultuurverruimend, is grenzenopenend en is ook zeer bevorderend op het vlak van het uitreden uit het sociale isolement. Dus vandaag de dag in Brussel is er een heel grote zorg, namelijk jongeren, ook zelfs op hele jonge leeftijd van 12 tot 15 jaar, die in een isolement treden, die er niet uitreden. Dus wij gebruiken ons vrije tijdsaanbod om ervoor te zorgen dat zij wel uit die cocons komen, dat zij wel, zoals iedereen, er mogen bij horen, dat ze er mogen bij zijn. En dat we niet gaan stigmatiseren van, dat is iemand uit een precaire situatie, voilà, we gaan ermee weg. Dus hier ook alle jongeren die binnenkomen, het is zoals een beetje bij de keting, wij zeggen hen heel uitdrukkelijk welkom. We noemen ze ook alleen bij hun naam en wat hun situatie ook mogen zijn, dat interesseert ons in een ander deel van ons werk, namelijk het welzijnswerk. Maar in het kader van het vrije tijdsgegeven is iedereen welkom. En we proberen ook juist te streven naar een goed evenwicht van verschillende nationaliteiten, verschillende overtuigingen, verschillende delen van de sociale de sociale gegevenheid van de maatschappij. Dus dat proberen we dus ook allemaal gestalte te geven. En dat draagt ook mee dat jongeren daar gemakkelijker instappen, dat men niet onmiddellijk ze identificeert met iemand. Dus dat zij gewoon als jongeren hier kunnen zijn. Wat ik ook zie, en dat vind ik een heel belangrijk gegeven, en daar zetten we ook heel sterk op in, dat vakantie en aanbod bieden op een bepaald moment ook leidt dat jongeren zelf het initiatief gaan nemen om hun vrije tijd in te kleden, om op een bepaald moment ook te zeggen, ik ga dit project opzetten voor een groep van jongeren uit mijn buurt. Daarnet zag ik een jongere van bij ons, Manaan, en die zegt, ja, ik heb een voorstel naar u. Zou het mogelijk zijn dat wij op zaterdag met een aantal jongeren vanuit de buurt naar verschillende activiteiten gaan? Dus ze gaan een aantal dingen, karting, paintball en zo verder. Dat zijn dingen die jongeren van onze tijd natuurlijk aanspreken. Ik heb daar onmiddellijk op gezegd, Manaan, kom naar hier, dan bekijken we dat eens samen, we bereiden dat ook goed voor. En voilà, daar heb je onmiddellijk al een concrete actie van jongeren die zeggen, oké, we nemen het zelf in handen. En dat is wat we uiteindelijk, denk ik, in de verschillende organisaties ook zo goed en zo kwaad als het kan proberen te versterken, die autonomie, dus het zelf initiatief nemen. Wij werken ook heel sterk projectmatig en vanuit die projecten groeien echt meer en meer ook volwassen projecten. Je ziet dat zijn jongeren die nadenken, die een reflectie hebben en die ook niet zo vlug zeggen vanuit een beschermingspositie, wij kunnen dat niet of het interesseert ons niet, want dat blijft natuurlijk altijd ook een gemakkelijke oplossing, hè, van te zeggen, het interesseert mij niet, ja, dan sluit je iedere deur af. Als je zegt, wij kennen het niet, we kunnen het niet, sluit je een andere deur af. Dus daarin ondersteunen en daarin boosten, ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is. Dus die moedeloosheid die er soms is bij jongeren en ook bij families, dus zoveel mogelijk proberen weg te werken. Ik hoor ook veel de opmerking van jongeren, zeker als wij de eerste keer een vraag stellen van oké, ben je bereid van dat op u te nemen, dat ze zeggen nee, wij kunnen dat niet. Dus de zogezegde onkundigheid waar alles achter weggestoken zit. Natuurlijk, voor een deel is dat wel zo. Als wij te maken hebben met een aantal jongeren of ook met een aantal volwassenen, dan geven die duidelijk aan, ja, dit en dit en dit kan ik nog niet zelfstandig. Maar we zeggen daar ook heel duidelijk als antwoord, oké, we hebben hier ook mensen die je daar een stukje kunnen in begeleiden, maar het is wel de bedoeling dat je het ooit zelf doet. En dit te horen, namelijk dat geloof krijgen van, oké, er zijn mensen die in ons geloven dat wij het ook kunnen. Ik vind dat een van de sterke kanten ook die het vrije tijdsaanbod bieden. Dan is er nog een speciaal aspect, een beetje binnen onze organisatie. Bij ons wordt het vrije tijdsaanbod en het vakantieaanbod ook gezien als een basis om vertrouwen te leggen. Als mensen weten dat wij belang hechten aan hun privéleven en aan hun persoonlijk leven en aan ontspanningsleven, dan weten zij dat wij echt in hen geïnteresseerd zijn en dat creëert een vertrouwen.
En vanuit dat vertrouwen zien we dikwijls ook mogelijkheden om dieper op een aantal aspecten van hun leven in te gaan. Dus onze welzijnswerking die wij hebben, dus een beetje aansluitend bij welzijnszorg, staat nooit los van het vrije tijdsaanbod. Is altijd verbonden met, omdat we weten, oké, daar krijgen we de mensen op hun kracht, daar krijgen de mensen op hun verhaal, daar krijgen de mensen ook in hun vertrouwen en in hun veiligheid. Nu kunnen we met hen een stapje verder zetten. En het vrije tijdsaanbod is dikwijls een instap om andere problematieken die in gezinnen, ook bij jongeren aanwezig zijn, ook grondig ter hand te nemen en daar verder mee te werken. Ik denk dat ik daarmee wel een aantal belangrijke zaken heb gezegd. En ik zou ook graag het woord geven natuurlijk aan de andere mensen van het panel die hier zijn. Met een bijzonder woord van dank ook aan welzijnszorg voor het vertrouwen dat zij ons geven. Maar zeker ook met een zeer hartelijk proficiat naar de andere laureaten toe. Voor mij zijn ze allemaal laureaat. Ja. Dank u wel, Rudy, voor deze mooie woorden. Nu, je hebt een aantal zaken aangebracht, hè, waarbij ik zelf spontaan aan ons armoedeweb van de binnenkant dacht, hè, waar armoede als destructief iets doet, hè, met een mens. Hè. Dus het gevoel in eigenwaarde dat naar beneden gaat, schaamte, wantrouwen, woede enzovoort. Maar hetgeen wat jij nu aanbrengt is allemaal positief en daar terug aan werken door net dat recht op vrije tijd met hen aan te pakken. Nu, wat we nog niet echt gehoord hebben, en ik zou het woord aan Wim willen geven, want sport is bijvoorbeeld ook iets dat heel straf werkt op het gevoel van eigenwaarde en eigen kunnen en de dingen terug aanpakken. Wim is van Les Gazelles de Bruxelles. En zoals dat de naam het zegt, is dat iets redelijk sportief. Hè? Het is een, laten we zeggen, ik ga het misschien een beetje oneerbiedig zeggen, een loopvereniging, een joggingsvereniging, die ontstaan is uit VZW Pigment in Brussel. Ook een vereniging waar armen het woord nemen. En die dat eigenlijk bijna stommelings ontstaan is uit een aantal mensen die deel wouden nemen aan de halve marathon van Brussel in 2012, als ik het goed heb. En zo is het eigenlijk Les Gazelles de Bruxelles ontstaan, een soort loopgroep. Dus ik weet niet, Wim, los van de conditie van de deelnemers, of dat u daar ook iets kan zeggen, welke andere effecten dat heeft op mensen. Je hebt het helemaal juist, Chris. Het is inderdaad in 2012 ontstaan en we waren inderdaad een loopgroepje, heel stommelings ontstaan. En ik sluit zeker aan bij wat Rudy al aangehaald heeft, dat wij vooral eigenlijk op dat positieve focussen, vooral eigenlijk het web van armoede kent iedereen, hopelijk wel in de webinar. Wij proberen daar vooral via beweegactiviteiten, sportactiviteiten, iets positiefs tegenover te zetten. Mensen via bewegen en sport eigenlijk laten ervaren van ik kan 5 kilometer wandelen of lopen. Ik krijg tijdens een wedstrijd een medaille. Ik doe dat in groep, dus ik leer nieuwe mensen kennen. Ik heb positieve ervaringen in plaats van de moeilijkheden waar ik dagelijks mee geconfronteerd word. Dus zeker onze methodiek zit daar iets anders tegenover. Maar ik denk dat elke organisatie, eigenlijk elke genomineerde en zelfs ook elke organisatie die iets ingediend heeft, dat eigenlijk op zijn manier probeert te doen. In al die activiteiten, die vrije tijdsactiviteiten die georganiseerd worden, dat die allemaal een stukje die drempels zoveel mogelijk proberen weg te nemen, daar iets positiefs tegenover te zetten en mensen in armoede eigenlijk positieve ervaringen proberen te geven. Bij ons is dat toevallig via sport en bewegen. Wij zijn van een loopgroepje geëvolueerd naar een organisatie dat ook andere sportactiviteiten aanbiedt. Zumba, gewoon wandelingen, bokstrainingen zelfs ook.
Frisbee samen met Pimin bijvoorbeeld sinds dit jaar. Dus het is al lang geen loopclub meer. Maar eigenlijk die waaieren activiteiten, dat heeft als doelstelling vooral om tijdens die activiteiten aan het zelfvertrouwen erop te bouwen, eigenwaarde op te bouwen, nieuwe mensen leren kennen en zo een stukje uit die armoedecontext te geraken en stapjes te zetten bij ons in onze organisatie, maar dan ook op andere aspecten in het leven van mensen. Dus we worden zeker ook wel geconfronteerd met de binnenkant van armoede tijdens trainingen, tijdens activiteiten. Wij moeten daar constant mee omgaan. Maar wij proberen er toch ook een ander alternatief tegenover te stellen of toch oplossingen voor aan te bieden met onze activiteiten. Oké, dank u, Wim. Dus ik hoor bij u ook het woord uitbreken en andere ervaringen opdoen. Dus ik kan mij inbeelden dat het ook bij Horizont iets is dat daar... ik zie twee knikkende dames, maar ik weet niet of jullie daar nog iets willen aan toevoegen, Chris of Marina. Oh, ja, we kunnen ons voor een heel groot deel wel aansluiten bij alles wat er verteld is. Ja, inderdaad, bij ons ook. Ja, wij focussen heel erg op het positieve. Wij zeggen altijd, wij zijn er voor de leuke dingen. Bij ons mocht je even al je miserie vergeten en achter je laten. En wij gaan genieten en we gaan dingen doen die we leuk vinden. En wij zijn er voor u om u te ondersteunen waar nodig en u op weg te helpen waar nodig. Maar het is jullie, vinden we ook belangrijk. Het is wat jullie willen. Wij gaan niet bepalen wat een zinvolle vakantie is, of wat een goede vakantie is, of wat een juiste hobby is. Maar we gaan op zoek gaan naar wat is hetgene dat jij wilt, ja, en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jij je vrije tijdswens kunt waarmaken. Dus dat is iets wat wij wel heel belangrijk vinden als we met mensen op pad gaan. Dat wij niet gaan invullen voor hun van wat zinvol of wat juist of wat belangrijk is. Oké, dank u wel. Ik denk dat ook een heel belangrijke insteek is. Inderdaad, het van mensen zelf laten komen en niet uw eigen referentiekader op hen willen leggen. Ik kijk even naar Natasha of naar Tine, of dat zij vanuit de keten daar nog iets willen aan toevoegen. Ja, vanuit de keten gaat wat wij ook wel doen. Dus wij hebben allemaal werkgroepen en daar is ook de werkgroep ontmoetingsruimte. En dat is aan allemaal bezoekers die zich vrijwillig inzetten. En dan gaan we daar ook over brainstormen. Wat kunnen we iedere vrijdag namiddag een leuke activiteit doen? Vooral in de zomermaanden. En zo doen wij het dus dan ook altijd wel... iedere vrijdag, daar is ook een Olympische Spelen dat we dan gaan doen. Petanken. In de ontmoetingsruimte staat er een pingpongtafel. Dus eender wie, wanneer, kan altijd pingpongen. Of vragen, mogen we de badmintonraketjes eens lenen? Dus het is altijd wel mogelijk van een activiteit te doen, gepland of niet gepland. Wij doen ook ieder jaar, spijtig genoeg 2 jaar met corona is dat niet kunnen doorgaan, het weekend aan zee. En dat is wel het... iedereen kijkt daar wel naar uit. En dan zijn we toch met een vrij grote groep. Dit jaar hebben we een iets groter locatie. En als ik het goed heb, denk ik toch wel dat er 50 mensen gaan mee kunnen gaan. Dus en dan... We willen ook al zoveel mogelijk inzetten naar het multiculturele. Omdat er in Mechelen daar in de buurt ook wel redelijk allochtone mensen wonen. En dat lukt ons toch ook dat die zelf ook meegaan naar de zee. We zullen dat liever nog iets uitgebreider zien. Moesten bepaalde organisaties in Brussel daar ons nog wat aan kunnen toereiken? Zeker welkom, want we voelen dat aan dat dat toch een beetje een grotere drempel is voor die mensen. En ik denk dat het dan vooral te maken heeft van we zijn de taal niet machtig. We begrijpen niet hier alles wat er gezegd wordt en het doen. En ja, gaat er rekening gehouden worden? Gaan we halal kunnen eten? Allee, we houden daar allemaal rekening mee. Maar dat zijn ook toch eens bijkomende vragen van die doelgroep
toch nog beter te kunnen bereiken. Ik denk dat, dat we dat zeker toch altijd moeten bijhouden, ook van het totale aspect van iedereen is welkom. Dus het is duidelijk dat voor iedereen, maar zeker voor personen in een armoedesituatie, vrije tijd heel deugdoende, gezondmakende effecten heeft. En we hebben daar ook een aantal filmpjes over, hè, aan welke deugd heb je aan vrije tijd? Ik had een negatieve sfeer, een negatieve beeld. Ik was altijd aan de hoek van de straat. Ja, ik heb chance dat Saint-Germain daar staat voor mij. Ze hebben de deuren open gedaan, ze hebben mij aandacht gegeven, ze hebben mij mentaal geholpen. Niet gewoon financieel, maar mentaal. Ze hebben mij verantwoordelijk gegeven, ze hebben mij de sleutels van Saint-Germain gegeven. Dat was iets... ze vertrouwen in een jongen van de straat en zo. En kijk nu, ik doe activiteiten die ik heb nooit nagedacht dat ik zou die doen. Ik zeg, ik wil zoals die animatoren worden. En nu ben ik hun collega. Wat doen jullie hier juist met de jongeren? Dus we zijn eigenlijk een organisatie die werkt met kwetsbare jongeren tussen de 5 en 25 jaar. We doen een beetje van alles, activiteiten, projecten, ateliers en zo. Maar ik kan mij voorstellen, ontspannen, ja, vrije tijd hebben, dat ook wel een belangrijk onderdeel is, hè? Ja, als ik binnen Centrum Mens kom, dat is zoals een antistress voor mij. Ik heb dat nodig, ik heb die antistress nodig. En binnen de groep van plus 16, er zijn een paar die vrijwilliger zijn geworden dankzij mij. Ze willen zoals mij doen, dus ik kan fier op mezelf zijn en ook fier op hun. Ik heb liever dat ze hier komen dan op de hoek van de straat te gaan staan. We hebben ieder ons levensverhaal. In 2013 kon ik niet meer gaan werken. Twee keer een nekoperatie gehad. Hoe belangrijk is vrije tijdsbesteding voor mensen in armoede? Voor mij betekent dat heel veel. Uw eigen zorgen worden eigenlijk onderdrukt en vergeten. Dat tempert een beetje. Soms het verstand op nul zetten, noem ik het ook. De keten is vooral een ontmoetingsruimte, maar het is vooral mensen in armoede die het woord nemen. Hier wordt heel veel gelachen, dat is nodig. Ja, dat is wel, ja. Ik zou het eigenlijk niet kunnen missen. We zijn lotgenoten van elkaar. Ik ben niet alleen dat in zulke situaties zit of dingen meemaakt. De doorsnee mens gaat werken en ja... heeft heel zijn netwerk en ja, wij hebben hier ons netwerk. Dat is echt wel noodzakelijk iets. Iedereen heeft recht op ontspanning. Ja. Je gaat een week uit de moed van problemen en uit de moed van miserie naar een week van lachen en spelen. Zeker als kind. Ja, wat wil een kind? Ja, en wat doet Tumult dan? Ja, Tumult doet veel. Cursussen, kampen ook in de zomer. Mm-hmm. Inleefreizen ook. Meestal is het voor kwetsbare jongeren. Dat cursussen kosten veel minder. En dat zorgt dat je ook kinderen met moeilijke thuissituaties of kinderen die in een instelling wonen of nog nieuw zijn, in een asielcentrum of zo, ook kunnen komen en ook een vakantie kunnen hebben. En denk je dat na zo'n kamp, als je dan naar huis gaat, ga je wat sterker naar huis? Ik denk wel dat jouw zelfvertrouwen gaat beter worden, denk ik. Je gaat meer vertrouwen in jezelf, omdat je dat hebt gedaan. Op dat moment in jouw leven, wat betekent dat je als vrijwilliger mag beginnen? Dat betekent wel echt veel. Hoe je meteen begint te lachen, meteen begint een gesprek te voeren, meteen begint te spelen met mensen enzovoort. Ik heb vaak gelachen tot ik echt pijn had in mijn kaak. Ja, dat is wel, ja. Ja. Wanneer ik nieuw in het land ben, is een beetje moeilijk. Je weet niet waar ik ben. Ik heb geen vrienden en zo. Ik ben alleen mijn broer. Wat is Legazel de Brussel? Het is het team van de loop van de groep lopen. En hier heeft hij niet abonnement nodig van Alkaman betalen. En wanneer je komt iets doen, je bent te blij van de sport of zo.
je gaat een beetje vergeten. Dat is verbeteren. In de vrijdag, wanneer ik kom naar de zaal met de groep lopen zo. Alle personen spreken voor alles. En, ja. Je gaat alle de problemen vergeten. En... Heb je daardoor veel vrienden gemaakt? Oh, veel. Ja? Ja, ik heb veel vrienden. Het is verschillende. Alle nationaliteiten en zo. Dat is een beetje een nieuwe familie dan? Ja, ja, een nieuwe familie. Dat is... ja. Je hebt het financieel niet gemakkelijk, heb ik gehoord. Nee. Je moet dat dan ook zeggen dat je beperkt wordt in je vrije tijd? Ja, bijvoorbeeld dure sportverenigingen, dat kun je niet doen. Of specifieke optredens, zal ik maar zeggen. Dat die omdat ze te duur zijn. Ja. Horizont is een organisatie dat ervoor zorgt mensen met weinig budget toch kunnen genieten van een uitstapje of een sportvereniging of reizen of daguitstappen. Het vertrekt in het begin wel onzeker, maar op het einde zit je een hele hechte groep. En helpt initiatieven zoals dit voor je psychisch beter te voelen? Ja, want ze is een keer naar Denemarken gegaan. Die reis heeft me echt goed gedaan eigenlijk. Ja. De wereld wordt ook groter als je vrije tijd kunt besteden in de interesses dat je graag hebt. Zijn je door een organisatie zoals Horizont zelfzekerder geworden? Ja, zeker. Ja. Is dat een soort van batterij die opgeladen wordt? Ja, dat geeft er inspiratie. Dus dat geeft u weer de moed om verder te gaan. Oké, dus we hebben hier een mooi bewijs gehad van alles wat er straks al een keer gezegd is. Nu, ik zou graag het woord geven zelfs aan Marina en Chris van de Horizont. En zij zijn ook de enige organisatie die ik nog niet voorgesteld heb, hè, dus ik ga dat bij deze doen. Hè. De Horizont is al meer dan 20 jaar hè, bezig rond het recht op vrije tijd. Zijn er ook een stukje pionier in. En zij vertegenwoordigen, we hebben al Brussel gehad en we hebben al Mechelen gehad. En zij vertegenwoordigen, laten we zeggen, het oostelijke deel van het land, namelijk Limburg, hè, Hasselt en Sint-Truiden. Nu, pionieren op het recht op vrije tijd, ooit ontstaan vanuit een arbeidscentrum, De Vroeder. En zij hebben, laten we zeggen, dat recht op vrije tijd en dat recht op vakantie vastgepakt. En de idee van een soortement van vakantie of reisbureau, de rap op stapkantoren die we nu kennen. Zij mogen wel zeggen dat zij daar de geestelijke ouders van zijn, van die rap op stapkantoren. Dus ik zou graag even willen horen bij jullie, Chris en Marina, van oké, welke deugd heb je aan vrije tijd? We hebben in het filmpje al veel gezien, de Denemarkenreis van die mevrouw. Maar hebben jullie daar ook nog ervaringen rond mensen die jullie daar iets over vertellen? Welke deugd dat ze eraan gehad hebben? Ja, het is een beetje moeilijk om al die mooie verhalen van daarnet nog aan te vullen. Hè? De filmpjes zijn al heel veelzeggend. Wat wij heel vaak zien of horen, zijn toch wel mensen die... Als ik dan naar de groepsreizen kijk, we organiseren een heel aantal groepsvakanties waar mensen samen op reis gaan. Die vaak heel onzeker vertrekken met een bang hartje. En gaat dat hier wel lukken? En hoor ik hier wel thuis? En wat gaat dat zijn? En die dan na 5 dagen of een week, ja, die herkent je niet meer terug. Mm. Als die uit dat busje terugstappen, die zijn helemaal opengebloeid. Die hebben... mensen zeggen van, ik durf terug te dromen. Ik heb terug dromen wat ik met mijn toekomst wil gaan doen. Ik heb mijn kinderen voor de eerste keer de zee laten zien. Mijn kinderen kunnen nu ook vertellen op school wat zij in de vakantie hebben gedaan. Zijn nu ook aan zee geweest. Plopsaland. Zijn ook in Plopsaland geweest. Maar ook het gewoon... Gewoon mens kunnen zijn op een vakantie. Een mama die tijdens haar vakantie met haar begeleidster van het OCMW belt met een traan en zegt van, ik ben hier gewoon mama. Ik ben hier geen sociaal geval met weet ik veel wat voor problematieken, maar ik ben hier gewoon mama. Ik kan hier gewoon met mijn kinderen genieten. De gezinsband wordt aangehaald. We hebben echt een leuke tijd samen, die positiviteit. En
die dan ook met echt opgeladen batterijen terug naar huis gaan om daar de issues die daar liggen, om daar terug energie voor hebben, om daar terug mee verder te gaan. Wat we ook ervaren is dat inderdaad mensen door een groepsreis mee te doen, dat ze ervaren wat dat is, dat ze dat leuk vinden en dat dat ook iets voor hun is, die na één of twee of meerdere keer met een groepsreis mee te gaan, samen? Ook de stap durft te zetten van oké, nu ga ik alleen op vakantie en ga ik zelf eventueel met hulp van een halve stapmedewerker een reis uitplannen en ga ik zelf gewoon helemaal alleen doen wat ik wil en ga ik alleen op reis en dat is dan weer een stapje verder naar uw zelfvertrouwen en uw zelfbeeld wat groeit. Ik heb hier nog wat dingen opgeschreven. Ja, zelfstandig. Zeker dat zelfbeeld van hun, hè? Dat ze het weer terug durven. Maar het moet een stapgewijs gaan. En dat is echt onze doelstelling van die groepsvakanties. Van mensen, jawel, jullie horen het erbij. Jawel, jullie kunnen dat. En dat is wel fijn als je dan op laatst van de week iemand nog zegt, maar ik ga toch eens naar het kantoor en ik ga toch eens zelf uitzoeken. En dat is dan zo. Dat is onze... Ja. Dat is fantastisch. En ik hoor ook dat de effecten, dat die heel duurzaam zijn. Hè? Ik bedoel, dat mensen daar heel, heel lang deugd van hebben. Dat het niet zoiets is van, het is maar eventjes en daarna terug. Maar dat iets is dat zij voor heel lange tijd meedragen. Ja, Tine die... Tine is daar een heel mooi voorbeeld van, die vanuit een heel kwetsbare positie kwam. En die zegt dat letterlijk van, ik kwam zo uit een heel klein wereldje tussen vier muren, uit een heel beschermde omgeving. En ze hebben mij overtuigd om mee te gaan op die reis. En er is een wereld voor mij opengegaan. Ik heb vrijheid gezien. Ik heb de natuur gezien. Ik heb ervaren wat de natuur op mij doet. Ik heb cultuur ontdekt. Ik heb ontdekt dat ik zelf ook heel creatief ben. Dat ik daar ook graag dingen mee wil gaan doen. Ik voelde mij terug op mijn gemak tussen mensen. Ja. Zij heeft heel lang in isolatie gezeten. Is op vakantie geweest. Positieve ervaring. Ik voel mij op mijn gemak tussen mensen. Ik ga naar de academie gaan. En die is heel veel met kunst bezig en van die dingen. Dus inderdaad, dat is niet alleen maar die vijf dagen. En misschien de twee, drie dagen daarna. Maar dat is voor sommigen... Heeft dat wel... Ja, is dat echt een drempel over om de rest van hun leven een andere wending te geven of om dingen te beginnen dat ze anders niet zouden aan kunnen? Daar krijg ik kippenvel van zoiets. Hè, maar dat is inderdaad... Ik zie haar nog de eerste keer op het kantoor binnenkomen. En als ik dan nu dat filmpje zie, dat is het verschil van dag tegen nacht, gelijk wij zeggen. Dat is echt waar. En die blijft verder gaan. Die blijft opbouwen. Hè. Dat is het mooie traan. En dat zie ik ook in die andere filmpjes, dat de mensen doorzetters zijn toch wel. Maar je moet ze helpen, motiveren, het laten meemaken, het laten proeven. En dat is hetgeen wat soms echt een druppel zegt van nu ga ik verder. Oké, dank u wel Marina en Chris van Horizont. Ik ga even bij Wim horen of dat hij nog aanvulling heeft van Les Gazelles de Bruxelles rond het deugddoende van sporten en vrije tijd. Ik ben al veel aan het woord geweest. maar ik kan het wel vragen misschien aan Mohamed. Mohamed is hier ook bij. Dat is een van onze... Echt Mohamed. Zeker. Iedereen. Mohamed is een van onze sportanimatoren, is ook uit Syrië gevlucht. Maar misschien kan Mohamed moet vragen, van wat heb jij gehad aan Les Gazelles? Wat heb jij geleerd eigenlijk bij Les Gazelles? Of hoe heeft dat geholpen? Ja, ik heb heel veel ervaring geleerd. Bijvoorbeeld, ik heb twee keer opleiding gevolgd tijdens de werk. Sportanimator, sportbegeleider ook. En ik heb ook nieuwe mensen leren kennen in Brussel. Bijvoorbeeld voor vrienden of zo, nieuwe familie. Ja, en alle positieve ervaring ik heb geleerd
voor dat we strijden voor bijvoorbeeld in Brussel ook. Tijd voor de alle wedstrijden. Bijvoorbeeld 20 kilometer door Brussel of zo. Alle dingen ik heb geleerd ook. Ja. In Nederlands, hè? Cursus in Nederlands ook. Heb je ook mogen volgen. Ja, en de cursus van Nederlands ook. Mijn taal gaat een beetje omhoog. Maar nou, ik weet het niet. Dat is de eerste keer ik ben bezig met de zomer of zo. Daarom. Voor alles een eerste keer. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dankjewel om dat te delen. En, voilà. Ja, dankjewel. Dank voor jullie allemaal. Ja, bedankt. Dus voor heel veel mensen is dat inderdaad, hè, allee, sportactiviteiten kunnen deelnemen, of sportopleidingen ook. Zo zitten ook heel veel mensen als trainers in de eigen werking. En omdat we met heel veel mensen werken die nieuw zijn in België, is dat ook effectief, ja, rond taal. Allee, een gewone sportclub is vaak echt moeilijk om daar aansluiting te vinden als je uit een ander land komt en niet echt de taal spreekt. Dus we proberen toch wel heel open te staan voor alle mogelijke verschillende talen. Ik zeg heel vaak van de maatschappij, dat is een ladder, waar je krijgt heel veel kansen in de maatschappij. Maar voor sommige mensen is die sport, die eerste sport van die ladder, is gewoon te hoog. Wat wij proberen te doen als organisatie of initiatief, is daar een ladder bij te zetten. Zodat mensen eigenlijk toch kansen krijgen in de samenleving om verderop om werk te vinden, om opleidingen te vinden. We zijn echt dat eerste initiatief voor nieuwkomers en mensen die uit een ander land komen en vluchtelingen vaak. Dus, voilà. Dank u. En hetgeen wat je zegt, Wim, hoor ik dus ook bij Marina en Chris. Dus die eerste stap bij de hand nemen, die eerste ervaring, daar mensen echt in begeleiden. Ik heb Tine dat ook horen zeggen. Rudy ook. Nu, ik wil even horen of dat jullie, Rudy of Tine, nog een aanvulling hebben bij de filmpjes, bij het deugddoende van de vrije tijd. Anders ga ik het laatste onderwerp van deze avond aansnijden. Maar ik hoor eventjes bij jullie of dat jullie nog iets willen toevoegen. Ja, sorry, doe maar, Rudy. Ja, ik wil de tijdspanne respecteren, dus ik denk dat de collega's sowieso wel heel volledig zijn geweest in hun aanbod. Oké, dank u. Tine? Ja, bij mij is het eigenlijk een beetje een open vraag, omdat ik zelf minder mobiel ben. Ja, hebben jullie eigenlijk veel mensen die dat met die mobiliteitsproblemen, die dat toch die een drempel nemen van mee te gaan, omdat dat toch altijd ook weer een knelpunt is van ik wil de mensen niet op last zijn en ik heb een duwer nodig en gaat het wel allemaal toegankelijk zijn met de rolstoel? Dus dat is zo'n beetje een open vraag van lossen jullie dit op eigenlijk voor die mensen toch ook mee te krijgen? En dat is een open vraag aan iedereen hier aanwezig. Ja, en Marina is aan het, Marina is aan het zwaaien. Dus ja. Marina, ik ga u voorgeven. Marina wordt helemaal wild hier naast mij. Oké. We hebben vorig jaar iemand meegehad. Dus die had één been verloren. En die was op krukken. Die liep met krukken, ja. En hoe dat die groep die omarmde en overal mee toe. En wat het mooiste van alles vond ik, als de mensen zagen dat hij dat moeilijk kon, dan gingen ze klagen in die winkel van kijk, hier kan iemand met een invaliditeit niet goed binnen. En je zou dit en dat. Als hij naar de wc moest gaan, dat was onder in de kelder, dan gingen ze tegen de barman zeggen hey meneer, maar je moet ook denken aan die mensen. Nou, dat vond ik dan goed. Ja. Die man die werd echt geholpen. En dan ziet je ook inderdaad dat het moeilijker is voor mensen in rolstoel of mensen met een handicap die... Ja, jullie waren dus meteen bezig om structurele toegankelijkheid van de hele groep te organiseren. Ja, de hele groep was er toen voor. Ja. Die,
schoon. Ja, maar het, dus... lukt van zo'n mensen mee op vakantie te nemen. Ja. En die hebben meer aandacht nodig. Maar het lukt. Oké, okay, dank u wel voor die ervaring. Nu, dat brengt ons eigenlijk tot het laatste stukje van deze avond. We hebben eigenlijk vooral heel veel constructieve en positieve verhalen gehoord van wat effect vrije tijd op mensen heeft. En jullie zijn daar al jaren mee bezig. De vraag is eigenlijk van, oké, dit is de situatie vandaag. Wat is er nodig? Wat kan er nog verbeteren? Wat hebben we nodig? Hè? Stel, je hebt de toverstaf. Wat kan er beter? Wat kan er nog verbeteren? En ik heb geen idee wie ik eerst het woord geef. Ik ga gewoon kijken wie dat zijn microotje afzet. Mijn collega Frida zet haar micro uit, dus ik ga haar het woord geven. Ik wil gewoon even een voorzet doen op basis van een opmerking die Rudy van KrijtVZW helemaal in het begin in de chat gegooid heeft. Hij vertelt over tickets die gekregen waren om naar OHA Leuven te gaan kijken en dat de omroeper het nodig vond om te zeggen dat het toch wel dankzij dit en dat hetgeen was dat al die mensen in armoede in vak H zaten. Dat is één van de dingen, hè? Het stigma vermijden. Als je regelingen hebt waarbij dat je omwille van betaalbaarheid en dergelijke toegankelijkheid verhoogt voor mensen in armoede, wat ook absoluut nodig is, doe het dan op een manier die niet stigmatiserend is. Ik denk dat dat superbelangrijk is. Wat je ook wil doen aan regelingen, zorg dat mensen in armoede niet een gigantische stempel op hun voorhoofd krijgen van hier zit iemand die het niet zelf kan betalen, bij wijze van spreken. Oké, dank u wel Frida en dank u wel Rudy voor dat voorbeeld aan te reiken. Ik zag dat Wim zijn micro had uitgezet, maar dan toch beleefd als hij is, Frida eerst het woord gegeven heeft. Maar dus mocht je een toverstaf hebben, Wim, om iets te veranderen, wat zou je dan doen? Ik ben naar Rudy eerst, was daarom dat ik mijn micro had uitgezet. Ah, oké. Okay. Sorry, Rudy. Maar ik zal het heel kort houden. In Brussel zeker. Er is een ongelooflijke hoeveelheid aan kortingsmaatregelen. In Brussel voor vrije tijd. Elke gemeente heeft een apart systeem, sportchecks. Elke OCMW heeft een maatregel. Je hebt nog de ziekenfondsen, waar je dan ook nog een terugbetaling van kan krijgen. Je hebt dan nog het fiscaal attest als je kinderen een sport kan doen. En dan vergeet ik nog een race en passepartout. Dus de uitpas heeft dan ook nog eens een apart kortingssysteem. Wat dan maakt, dat heeft heel veel voordelen. Je kunt al die kortingen ook optellen. Maar dat is zoveel papierwerk voor al die organisaties, voor al die overheden. En dat is zo'n slecht systeem eigenlijk voor de mensen zelf. Dus moest ik een toverstaf hebben, zeker voor het Brussels geweest. Dan zou ik heel die boel bij elkaar smijten en gewoon één systeem uitwerken waar elke organisatie op instapt, elke gemeente op instapt en hopelijk ook de federale overheid met fiscale attesten en de ziekenfondsen. Ik denk dat is puur op het financiële, er zijn nog heel veel andere drempels, maar een eenduidig systeem zou alle clubs en alle organisaties heel wel helpen, denk ik. En dan geef ik graag het woord door aan Rudy. Ik weet niet, want het heeft hier tegengestelde... Horen jullie mij? Ja, hoor. Ja, het heeft hier tegengestelde signalen op mijn schermpje. Nee, wat ik zeker en vast zou willen onderlijnen, ook en iets wat nog niet specifiek aan bod is gekomen, dat veel mensen afhaken op het feit dat ze zich in een voorstel niet erkennen. Het is op een indirecte manier aangegeven door het feit dat wij veel voorstellen doen naar links en rechts toe. Maar dikwijls zijn die voorstellen helemaal niet in de band met de behoeften die de mensen op dat moment hebben of wat zij van hun vakantie wensen. Dus ik denk dat wij als organisatie die eerste lijnswerk verricht, echt de nederigheid moeten hebben om meer te luisteren naar onze mensen, naar kinderen, naar jongeren, naar families en hen te laten aanreiken wat zij belangrijk vinden en hoe zij hun vrije tijd en hun vakantie willen
willen invoeren. Ik had daar net nog een voorbeeld van een jongere die bij mij kwam, Dave, en hij zegt, ik verveel mij. En ik begin zo met hem wat te denken en eigenlijk dacht ik, waar ben ik toch mee bezig? Ik ben meer met het denken bezig voor hem dan hem te laten denken. En dus dat wil ik toch ook wel heel duidelijk meegeven naar vakantie toe, dat wij veel nadenken voor, maar te weinig nadenken met en ruimte laten voor dat aanbod die mensen zelf graag zouden verwezenlijkt zien. Dank u wel, Rudy. Ik denk dat dat een mooi beeld is. Dat is ook iets wat we gebruiken. En dat is dan Mahatma Gandhi, hè, die heeft dat ooit gezegd. Hè, wat je doet voor mij, zonder mij, doet je tegen mij. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hetgeen wat jij nu net vertelde, Rudy. Ik kijk even naar de toverstaffen vanuit Limburg of vanuit Mechelen. Ja, vanuit Limburg wat mij altijd heel erg frustreert, is als mensen zeggen, ik wist niet dat dat bestond. Dus als ik een toverstaf zou hebben, dan zou ik ervoor zorgen dat iedereen weet wat er bestaat in de wereld van organisaties en ondersteuningsmogelijkheden. Mm. En als Wim dan nog even zorgt dat alles samengevat is in één systeem, dan gaan wij heel efficiënt kunnen werken, denk ik. Ja. Plus, wat mij ook heel erg frappeerde, gisteren nog, maar op dat vlak zijn jullie wel goed aan het werk, denk ik, is dat iemand, een moeder van een dochter, een kindje uit de klas van mijn dochter, die vroeg mij, wat doet jij voor werk? Ik zeg, ik organiseer vakanties voor mensen in armoede. Oh, is er dat dan veel? Armoede, zei die. Ja. Dus zowel, wat ik wil zeggen, is het begrip vanuit de samenleving. Mm. Hoe mensen die geld hebben, wat moeten die op vakantie gaan? Dat die zien dat ze gaan werken. Zo, dat, die ideeën die je krijgt. Dus ik zou het ook heel fijn vinden als de maatschappij het belang van vrije tijd voor iedereen ook kan inzien. Ik denk dat als iedereen zou snappen hoe belangrijk vrije tijd voor iedereen is. En dat zou erkennen dat ook al heel veel drempels weggewerkt zijn. Want dan kan ook iedereen voor zichzelf, durft ook iedereen voor zichzelf te zeggen van ja, dat is ook iets voor mij. En ja, ik heb daar ook zin en behoefte aan. Ik denk dat veel mensen nu dat niet durven aan te geven van ik zou dat ook wel fijn vinden en ik wil dat ook wel doen. Oké, dankjewel Chris en Marine. Ik luister even nog naar de keten. Naar Tine of naar Natasha, of dat zij nog een verbeterpunt kunnen aanreiken? Ja, het wordt een beetje moeilijk, want ze zijn eigenlijk allemaal gezegd. Het eerste wat bij mij ook opkwam, was van de communicatie. Alles valt en staat met communicatie. Met de mensen waar je mee wilt samenwerken, het aanbod. Dus het voorstel van maak daar één groot centraal punt van, dat zou werkelijk een max zijn. Dat je zegt van ja, daar is in een andere stad iets te doen, ik zou daar toch graag heen gaan. Dat je dat dan ook voordelig kunt doen. Die een uitpas, dat is een beetje veel te lokaal. Daar is al jaren over gebrainstormd van werkt dat uit. Even gewoon naar de sociale restaurants. Als je dan op uitstap zei, dat je kunt zeggen van ik kan ook aan een heel goede kooptarief toch ergens een maaltijd of iets gaan drinken, wat ook een hele belangrijke is als je op stad bent. Alles valt en staat met de communicatie. En geeft nooit de mensen het gevoel van... En dat hebben de mensen spijtig genoeg snel, ook al is het goed bedoeld. We hebben hier nog 5 ticketjes, we geraken die niet verkocht. Hier, jullie mogen die uitdelen aan de mensen. Op zich is dat heel goed bedoeld, maar de vraag moet zijn van... is er iemand geïnteresseerd? Willen jullie daarheen gaan? En nu krijg je soms aanbieden. Hier is een envelop met 10 tickets. Zo de avond, dan is dat de halve dag voordat het evenement is. Want we geraken hier niet vanaf. En ja, mensen hebben dan snel zo... We zijn geen vuilbak, hè, jongens. Wij willen iets doen dat we graag doen. Mogen we de vrije keuze hebben, alsjeblieft.
mogen mezelf zeggen en aantonen wat willen wij graag doen. En ik denk dat dat een heel belangrijke is. Oké, dank u wel, Tine. Ik heb ondertussen ook eens in de chat gekeken of dat er vragen waren voor iemand van de sprekers van vanavond. Maar de vragen die er gesteld zijn, waren vooral technische vragen van waar vind ik rap op stapkantoren en waar kan ik de webinar van vorige keer herbekijken. Maar ik ga toch nog even de kans laten om vanuit de mensen die hier nog zijn, om te kijken of er nog vragen zijn voor de broei, Le Gazelle of de keten, of voor de Horizont VZW. Of misschien voor mijn collega Frida, vanuit welzijnszorg en de prijs armoede uitsluiten. Ik heb wel een vraagje, een open vraag ook terug. Het zou eens leuk zijn dat we elkaar op het lokale gebeuren kunnen ontmoeten. Dus dat een van de organisaties of meerdere is naar Mechelen komen of wij eens een bezoekje kunnen brengen aan de anderen. Dat zou misschien wel leuk zijn en dan kunnen we nog altijd verder brainstormen. Je weet nooit wat eruit komt. Oké. Ik weet niet waar ik die vraag moet of dat aanbod moet neerleggen. Open vraag. Ik wil daar wel op antwoorden. Wij hebben dit jaar het label gekregen van Overkop. Dus dat is een organisatie, of we zijn een organisatie geworden die dus heel open moet zijn en dus de drempels zo laag mogelijk moet leggen. En bij ons kan je heel gemakkelijk met een rolwagen tot binnen geraken. Nog niet overal, daar zijn we mee bezig. Maar ik zou sowieso zeggen, het netwerken, het elkaar leren kennen, maar ook het elkaar versterken en het elkaar bemoedigen in wat we doen. Ik denk dat dat zeker belangrijk is. Want vandaag hebben we inderdaad veel positiefs gehoord en ik ben daar ook veel dankbaar voor, heel dankbaar voor, heel blij voor. Maar de dagdaagse leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dus ik wil dat toch ook wel eventjes aangeven dat het dikwijls ook een strijd is. Ik herken volledig wat Wim zegt, die administratieve romslop met nog een documentje en nog een handtekening. En zelfs documenten die voor ons onbegrijpbaar zijn, dat is een eeuwige strijd. Het is maar één van de vele punten. Dus ik denk elkaar ondersteunen en ook die politiserende rol spelen van dingen durven aan te reiken naar federale overheid, naar lokale overheid, dat we daar echt iets belangrijk te doen hebben. Oké, dank u wel, Rudy. En kijk nog heel even rond. Of er nog een... Ja, Natasha? Ja. Ik ben al een tijdje aandachtig aan het luisteren en ik heb met heel veel plezier Tine aan het woord gelaten, omdat ze dat gewoon heel goed kan en omdat het er altijd boemkoep is. Maar ik kon mij niet inhouden als je vraagt van stel je hebt een toverstaf, wat zou je dan willen toveren? Ik denk dat wat ik heel geweldig zou vinden is dat we mensen blijven kansen bieden en dat we zelf ook gewoon heel wat kansen krijgen om met mensen in gesprek te blijven gaan, ook na vandaag of wanneer dat dit alles terug wat meer gaan liggen is. En dat is iets waar dat we ons vanuit organisaties dag in dag uit voor inzetten. Maar of we nu in armoede leven of niet, we zijn allemaal mensen. En ik denk dat we allemaal wel noden hebben en dingen voelen. En ik denk dat we vooral onszelf de kans moeten geven om het woord te nemen, om woorden te geven. En nooit mogen vergeten dat we moeten blijven in dialoog gaan met elkaar. Omdat iedereen elkaar een beetje kan begrijpen en samen te blijven zoeken naar wat nodig is om situaties te kunnen verbeteren, hè, van mensen. Dank u wel, Natasha. Ik vind het ook een heel mooi stuk om deze avond neer te leggen. Tenzij er nog ergens een weer zit bij iemand. Maar ik zie het niet, wil ik jullie echt heel hartelijk bedanken, hè, om dat te delen met ons allemaal. En ik heb hier een heel constructief en positief gevoel aan overgehouden. Maar ik hoor hier ook de roep van we moeten zien dat we verbonden blijven en dat we blijven het
het blijven uitdragen. Hè. En we gaan vanuit welzijnszorg gaan we dat uiteraard ook proberen, maar ik denk dat het ieders verantwoordelijkheid om te blijven, inderdaad, zoals dat jij net verteld hebt, Natasja, blijven communiceren, blijven verbinding zoeken met elkaar, maar ook met, hè, zoals dat Chris van de Horizon zei, van armoede, wat is dat? Is dat hier een probleem? Zijn, hè? Dus ook die maatschappelijke schandvlek, zal ik maar zeggen, die er is, om die toch ook bij sommige mensen bekend te maken en dat onrecht waar dat we allemaal voor strijden, om daarvoor te blijven strijden. Kijk, de zon is nog niet onder, want ik heb dat gekeken op mijn gsm. Dus ze schijnt nog een beetje en Wim is daar het bewijs van. Dus als dat goed is voor jullie, wens ik jullie nog een leuke avond en nog een stukje zon. En nog eens een keer heel hard bedankt om mee te werken. En ik hoop dat een stuk van deze avond ook, als het op YouTube komt, dat ook nog wat meer mensen jullie positieve verhalen en jullie constructieve verhalen kunnen horen. Bedankt alvast en misschien later live een keer.